Sporters ja. hoeven er niet meer omheen te draaien. Hoe fitter VO2 max, hoe hoger de alcoholconsumptie. Zo toont de recente studie bij 38.000 mensen ja. aan. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over biertje na het sporten. Gewoon doen of liever laten staan. Na een zware training of succesvolle race komt de tijd om te herstellen, na te genieten en te ontspannen. Een ijskoud biertjes maakt hij dan prima bij. Maar moet dit dan per se een radler zijn? Is een beetje alcohol op zijn tijd van invloed op je sportprestatie? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja. Hey. Goedemorgen. Jurgen, goedemorgen. Mm -hmm. Aflevering 72 zijn we inmiddels aangekomen. Ongelooflijk. Ja. Ik zeg, uh, we hebben iets te vieren. En volgens mij in het licht van uh, ah. de, het thema van deze aflevering staan hier uh, geen uh, koffie. Ik ja, kijk die, met een schuin oog, ik denk. Hè? ik, ik ze goed? pakken? Ja. Ik heb hier uh, twee alcoholvrije biertjes. Aha. Een uh, Brand IPA 0.0, nog altijd niet gesponsord. En een uh, Heineken 0.0. Het blijft toch vrijdagochtend, hè? Wat, uh, wat uh, maak ik voor jou Dan ga ik voor die, uh, die IPA. Voor de IPJ. Ja. Nou, hou ik het bij de Heineken. Even kijken. Ik had hier ergens een opener. Ja. Maar wat hebben wij te vieren dan? Ja, nou, wij zijn dus. Uh, je hebt uh, in Nederland van die podcast charts En uh, wij zijn dus regelmatig de meest beluisterde hardlooppodcast van Nederland. Wow. Nummer 1. Ja, Kijk. en uh, jij luistert hier nu naar of je kijkt hier naar op YouTube. Dus jij hoort daarbij. Ik moet wel zeggen, het zijn een beetje dagkoersen. Dus soms ja. zijn we ook nummer 2, soms nummer 3 en dan weer nummer 1. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk ook breder dan hardlopen. Maar ja, de categorie uh, wielrennen bestaat niet. Triathlon bestaat niet. Duursport bestaat niet. Dus in de categorie sport cirkelen we zo rond de nummer 25, 30 meestal. Maar dat komt omdat daar al die grote fan-podcasts uh, natuurlijk ja, ook dat, uh, uh, in zitten. Ja. Dus uh, we hebben nog genoeg te groeien. Laten we gelijk een oproep doen. Ken je nog iemand voor wie deze podcast interessant is? Dan uh, stuur de link naar hem door. Ik ga hem openmaken en dan wil ik van jou weten, uh, Jurgen. Wat is de ja. aanleiding dat we het hier vandaag over gaan nou, hebben? Nou, ik weet dat jij had hem al uh, heel lang op het lijstje staan. Op de een of andere manier ben jij nogal gefascineerd door alcohol. Uh, <laughs> dat klopt. Nou ja, uh, eigenlijk. Uh, recent kwam ik een, een stuk tegen van uh, Alex H Hutchinson. Nou, die kennen we wel, hè. Die schrijft voor uh, Outside. En die heeft natuurlijk het mooie boek Endure geschreven. En uh, de titel van zijn verhaal is... Uh, why uh, sports, why fit the people drink more alcohol? Ja. Nou, en dat stuk, uh, nou, dat uh, zet ik dan op Twitter... En uh, want, uh, ja, een beetje geinig bedoeld. Ja, de kijkers op YouTube zien hier jouw tweet: Sporters ja. hoeven er niet meer omheen te draaien. Hoe fitter VO2 max, hoe hoger de alcoholconsumptie. Zo toont een recente studie bij 38.000 mensen ja. aan. Nou, dat is in, uh, in een nutshell de conclusie van die, uh, die studie: hoe ja. hoger de VO2 max. Ja, uh, des te meer mensen uh, er gedronken wordt, eigenlijk. Dus, uh... En we kunnen wel stellen dat uh, jij twittert al jaren ja. en uh, veel en leuk. <laughs> als, je, als je nog op Twitter zit, kijk dan zeker even bij uh, JV Tevelen. Regelmatig uh, nieuwe studies, inzichtjes en natuurlijk de podcast. Maar uh, deze ja. uh, dit is jouw meest succesvolle tweet. Nu, nu weet ooit, ik hè? wel hoe je moet tweeten, ja, om een beetje aandacht te krijgen. Jouw statistieken laten zien: bijna 150.000 mensen hebben ja. deze tweet bekeken. En uh, totaal aantal interacties, oftewel mensen die geklikt of gekeken ja. hebben, 4.500. Ja, ongelooflijk. Ja. Nou, ja. ja, Zo simpel kan het zijn. Hey. Dus je met niet alleen uh, ben jij co-host van de meest ja. succesvolle Hardloop-podcast van Nederland. Je bent bekend van televisie ja. van uh, uh, top uh, uh, Sportlabse Doc. Boek geschreven <laughs> en nu ook gewoon viraal gegaan. Jurgen. Ja, eenmalig, hè? Ik zou hè, want, zeggen, uh, proost. Ja, proost. <laughs> Het is me niet gelukt om een, een vervolgtweet uh, nog te, te, te brouwen op deze manier. Maar uh, iets, yeah. iets met alcohol moet erin en dan zit je goed, volgens mij. Ja, wat leuk was, uh, ik, ik zag dat natuurlijk wel gebeuren uit mijn ooghoeken. er werd enorm veel op gereageerd ja. ook. Uh, onder andere door een aantal ja. bekende ex-topsporters. Klopt. Michael Bogert schreef erop. Zo. Dus mijn VO2 max is nog prima in orde. Sowieso gaf het natuurlijk aanleiding voor veel lekker flauwe grappen. Joost Hoetelman schreef eronder: <laughs> Nou, met mijn consumptie had ik ook wel prof ja, kunnen worden. Ja. Ik las nog iemand die zei: Ja, van bierkratten sjouwen word je natuurlijk ook wel fit. Ik ja. heb later kwam een uh, wielersport of wielerrevue. Allemaal een beetje van die wielersites pikte het ook op de studie. Ja. En uh, allebei, ja, men zoekt toch een soort bevestiging. Van, uh, ja, hey, uh, het is toch een beetje die associatie van, vooral van wielrenners, gravelbikes uh, tegenwoordig, rijders. Uh, ja, daar hoort een biertje bij of zo. Ja. En ik kreeg het gevoel, ja, die zoeken een soort bevestiging. En deze studie deed hun in ieder geval bevestigen van, nou, er is helemaal niks verkeerds met uh, een, een nou biertje na ja, afloop en, van. En tegelijkertijd maar tegelijkertijd, ja. daarom, hè, jij zegt dat tegen mij, jij bent zo gefascineerd daarover, omdat... Uh, Enerzijds staat alcohol natuurlijk voor deel uh, gezelligheid, levensgenieten, plezier. Dat staat sporten ook. Ja, ja. Waarbij sporten dan het uh, label heeft gezond. En alcohol natuurlijk uiteindelijk ongezond. Ja, is dus die twee zo. zijn een soort tegenstelling. En het van andere elkaar. is natuurlijk, als je die studie even goed gaat lezen. en wat ze nou precies gedaan hebben. dan kom je erachter, ja. Hm. Men, mensen hebben al snel de neiging, die, het is lastig om correlatie en causaliteit een beetje te Ja, uit Er de was een, een, een andere en... reactie die ik vond in de tweet van Floris van den Bergen, die jou een plaatje opstuurde van: Ja, dit soort onderzoek is hetzelfde als dat er een correlatie is gevonden ja. tussen de hoeveelheid kaasconsumptie en het aantal mensen uh, wat overlijdt doordat ze verstikken <laughs> in hun uh, bedsheets of ja. in hun lakens. Ja. Dat schijnt ook uh, redelijk een op een op te gaan. Ja. Dus kortom, als je meer kaas eet heb je een grotere kans dat je doodgaat in je lakens. Ja, ja, precies. <coughs> nou. Laten we hem eens afravelen. Voordat we in die studie duiken, ben ik wel even benieuwd uh, uh, ja, even naar onze eigen ervaring. Uh, dan gaan we de wetenschap erop naslaan. Ja, leuk. Uh, en uh, dan, uh, dan gaan we eens kijken, is het nou wel of niet oké okay om bier te drinken? We kunnen de uitslag misschien wel al een beetje aanvoelen komen, maar dat uh, komt dan wel op het einde. Laten we even met zelf uh, bij ons beginnen. <laughs> hoe, hoe is het met jouw alcoholconsumptie? Ja, ja, vandaag is hij goed, hè? gewoon 0,0. Maar ja. nee, mij is hij alleen is, maar 0,0 te krijgen. Die is echt, uh, nou na mijn, uh, vanaf het kinderen krijgen is hij behoorlijk afgenomen. En uh, nou, momenteel, uh, hoogstens in, ik denk het weekend en op vakantie, dan wil ik wel eens een, uh, ja, een glaasje drinken. Ja. En op een feestje kan ik er misschien wat meer drinken, maar het is allemaal, uh, het is niet veel meer. Wat en... doet het met jou? Ja, ik word er, ik, meestal word ik wel vrolijk van. En wat, wat losser, wat makkelijker. Het, het lult wat makkelijker op, op feestjes. Dat, ja. Uh, ja. En als je dat koppelt aan sporten? Ja, dan uh, merk ik ook wel van... Uh, ik heb wel eens dat ik bij een zware loopje in de, in de warmte of een fietsrit... dan zit je al vooruit te denken, wat als ik straks thuis kom... Ja. En uh, vroeger was, ging ik dan inderdaad voor het, uh, uh, ja, het, het echt volledig biertje. Kon ik me al op verheugen en dat ook gewoon doen. Aha, dus je zegt het is motivatie ja. tijdens het sporten. Ja, en, en nu is het meer dat je denkt, ah ik ga straks een alcoholvrij biertje nemen of zo. Of, want ik heb het verdiend. Of, daar kijk ja. je. Maar waarom dus is het dat, dan nu tegenwoordig een alcoholvrij biertje? Ja, dat is omdat ik niet meer, uh, als dat gewoon drie uur uh, smiddags op een dag doet, dan, ja, dat is een beetje uit bij mij, uh, ja. Oh ja. Vroeger had ik daar minder moeite mee. Toen uh, denk ik, nou, een biertje. Na, meteen na het uh, fietsen, rennen, dat, uh, dat moet kunnen. Ja. Ja, ja, ja. ja, maar het is dus wel iets van: ja, je verdient het of zo. Het, het mag. Je bent nu uh, even aan het investeren in je lichaam. Nou, dan, uh, dan is het prima als je het uh, mogelijk ietsje stuk maakt. Heb met je wel dat, eens uh, uh, periodes in, in voorbereiding op een wedstrijd of een race bewust niet gedronken? Nee, nooit uh, wel. Dat je de, uh, de avond van tevoren niks drinkt. No ja, normaal doe je dat dan helemaal niet. Maar nogmaals, laatst volgens mij voor uh, onze. Uh, in ja, Renkum renken. had ik ook een, een, uh, een barbecue van tevoren. Daar heb ik het. Ja, zit het wel in je achterhoofd, maar daar ga ik dan drink ik wel drie bier. Dus jij zegt zo. eigenlijk, als ik twee, drie bier drink... dan merk ik niks van op mijn uh, prestatie de volgende nee. dag. Nee, maar omdat ik ook zoiets heb... Ja, je moet daar niet te neurotisch mee omgaan of zo. Zoals van, ik. Nou ja, ja... Hoezo? Gerrit? Je noemt het? Hoezo neurotisch jij? Ja, nee, ja de, mijn verhaal is inderdaad. Ik, ik, uh, ik heb ooit gestudeerd uh, in Delft. Universiteit. En daar uh, was ik ook lid van mm. zo'n studentenvereniging. Dat draait het sociaal samen zijn toch erg. Om alcohol inname, yep. is ook superleuk, nergens spijt van. Allemaal geweldig. Toen kwam ik in mijn werkende leven en uh, nou ja, ik ben presentator. Ik sta op podium. Dat is ook toch voor mij soms nog wel adrenaline intensief, yep. zeg maar. Hè? Dat is ook spannend. Yep. En wat ik op een gegeven moment merkte, uh, wij zijn het Achteraf hoor, dat had ik toen niet zo bewust door. Maar er sloop een patroon in... dat je dus door de adrenaline en de spanning van zo'n optreden... dat op, night op, uh, kort slapen... en dat maakt allemaal niet uit, dat is allemaal adrenaline... en je gaat door... En om op een gegeven moment die spanning eruit te gooien, en dat, en dat, dat was ook vaak in die context, is natuurlijk s'avonds dan een groot ja, ja. feest. Ja. Of je gaat met de ploeg gaan je suipen. En dat is een soort van de, de release. Om al die spanning eruit te gooien, ja. dan was ik. Ja, ik heb dus wel heel veel last van katers. Heb ja. ik al eerder, ook al mijn hele leven, ook in die studententijd al. Dus dan, dat dwong mij dan om gewoon toch, nou ja, toen ik nog het jonger was, gewoon een dag in mijn nest te gaan liggen. Dus ja, ja. te pakken, ja. want ik was nergens ja. aan toe Toen. Werd ik 30. Vanaf mijn 30ste kroop er zo ieder jaar gemiddeld een kilootje bij. Tot een punt dat ik rond mijn 37ste dacht. Ja, maar wacht even. Dit, ik, ben, ik ben nu toch langzaamaan wel echt te zwaar aan het worden. Ja, ja. Dus dus rond 2017. Bovendien werd mijn werk toen ook drukker en drukker. En toen kwamen er eigenlijk een aantal sporen samen. dat ik in april van het jaar, in het najaar, een week zag aankomen. waarin ik vier klussen in drie landen in vijf dagen had. Waarop ik dacht: Wacht even. Maar dit kan ik niet doen zoals ik het altijd deed. Nou ja. Weet je wel? Opnaaien, ja. kort slapen, even relaxen en dan door naar de volgende. Want ik moet gewoon back to back to back scherp zijn. Toen dacht ik: Ja, maar dit is gewoon topsport mentaal. Dus daar hoort misschien ook een iets fitter lijf. Ja, ja. Nou, dat was de conclusie. Ja. En toen, ik weet niet of jij die mensen om je heen hebt. Daar hebben wij het wel in onze nieuwjaarsaflevering over gehad. Van die mensen die zo'n droge maand doen: Dry January, ja. January, January of ja. zo. Ja. Had ik mensen omheen me die dan. Al jaren beweerde, ja, als ik een maandje niet drink, val ik zo 4-5 kilo af. Denk, hé, hey, dat ja, moet ik hebben. Ja. Dus dit was april 2017. Ik denk, weet je wat, ik ga een maand niet drinken, dan ben ik mooi een paar kilo kwijt en dan komt het allemaal goed. 30 dagen, nou, dat lukte wel. Ja. Dat niet drinken, dat ging wel. Die kilo's, die gingen er nog niet af. Ik denk <laughs> dat ik 1 kilo kwijt was of zo. Maar wat ik toen wel ontdekte, was het precies in de tijd dat ik wat meer ging hardlopen, wat meer ging sporten. Ik had opeens energie. Ja. En zin om te trainen. En dat was natuurlijk de andere kant. Als ik een beetje. Want ik heb wel na drie bier ook al gewoon een misje in mijn hoofd. Heb ik echt geen zin om dan ook nog eens te gaan trainen. Weet je wel? Dus dan wordt het een soort kaartenhuis. Nee, dat snap ik wel. Ja. Ja. Maar, maar het, is, het is een beetje onduidelijk van of het nou wat ja, wat, of het nou een alcohol. Dat weet ik ook nog niet. Dat weet ik ook niet. Maar uiteindelijk word, word ik er heel dankbaar. Ik zal het iets versnellen. Uh, uiteindelijk 30 dagen gedaan. <laughs> Veel getraind, goed geslapen. Ja. Ik denk, wacht even, dit is interessant. Uh, ik val er wel niet af, maar dit geeft me wel andere benefits. Dus toen dacht ik, nou, een echte gewoonteverandering is niet 30 dagen, is 90 dagen. Dus weet je wat, ik ga 100 dagen niet drinken. In die 100 dagen gingen de kilo's er wel af. Ook omdat ik natuurlijk meer ging sporten, beter ja. ging eten, weet ik het allemaal. En ik werd zo verschrikkelijk scherp in mijn hoofd. En dat is natuurlijk in mijn beroep vrij essentieel. Dat ik op een gegeven moment dacht: Oeh, het is interessant. Dus na 100 dagen, 110 dagen, dacht ik toch maar weer dat biertje erin. Toen werd ik de volgende ochtend wakker met dat bekende misje in mijn hoofd. En toen dacht ik: Wacht even. Dit is niet goed. Dit, nou, toen dacht ik: jou heb ik niet gemist. Ja, okay. Ik had op ja. zich dat, dat feesten en geksten. Ja. Want tuurlijk, tuurlijk word ik ook saaier als ik niet drink. Ja. Maar uh, ik zei: uh, ja, ja, er wordt hierin stemmen. Dus. Uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga een nieuw experiment doen, ik ga nog een keer 100 dagen niet drinken, maar nu wil ik uitzoeken of ik me ook sociaal kan handhaven. Want die eerste 100 dagen ja, was ja. toch, ja, ik doe een experiment ja, en oh, ja. die is ongezellig. Ja. Ja. En, en dat was toen de tweede helft van 2017, dat lukte. En ik moet bekennen, ergens zo rond de jaarwisseling 17-18 had ik dus ruim 200 dagen geen alcohol meer gedronken was het geen ding meer. Nee. En je was sociaal en je had energie en je was sport. Ja. sporten. Ja, en... en ik sta niet meer te dansen op de ja. bar. Tuurlijk, daar heb ik echt nog wel een paar pinten voor nodig. Dat is en, jammer. Uh, heel, ja. heel, heel... Dat mis ik wel. Ja, 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 ja. 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 Nee, Dus heel af en toe zet ik nog wel eens de joker in. Ja. Zoals laatst voor Renkum. Maar ja, daar heb ik toen ook over verteld. Daar ja. moet ik dan echt mijn drie, vier dagen ja. uh, bekopen. Dus bij jou is het echt een uh, onderdeel van de gezonde leefstijl eigenlijk. Ja, uh, van de leefstijl, ja. maar ook van het hele harde werken... wat ja. er deze tijd bij komt. En ik had wel een mooi gesprek met een collega later, want ik zei, ik ben zo freaking scherp. En dat is ook echt, hè? Ik, kan, ik kan iets lezen, het zit in mijn hoofd, ja. en ik kan het zo reproduceren, ik kan het samenvatten. Die zei op een gegeven moment, jij bent nu gewoon verslaafd, maar ik ben misschien wel een beetje slaafgevoelig, <laughs> aan die scherpte. Ja, ja. En dat We is Een nieuwe zo. verslaving gekregen ja. eigenlijk. Ja, ja, nee, ja. dat, dat, dat ja. kan, dat lijkt. Maar even nog terugkomen, want je had het over die katers, ja, vervelend, hè? als je ja. dus hard werkt, maar hetzelfde geldt voor fietsen vaak, hè? als je met een groepje een paar dagen weg bent. Ja. En dan, vroeger kan ik me dat helemaal herinneren: zo'n zo fietstrip van, van Spanje naar Nederland. Dan was het gewoon overdag fietsen: s'avonds drinken, drinken. De volgende dag opstaan met een kater en de eerste uur of half uur het moeilijk hebben, maar uiteindelijk ja. Fietsen daar wel weer makkelijk doorheen. Ik heb altijd ja. het idee van: nou, ben op dat moment blij dat ik niks mentaals hoef te doen, zeg maar. Niks uh, echt over na te denken. Dan is fietsen gewoon ja, nou ja, dom uit. trappen en dan kom je daar wel overheen. Ja, op de lange termijn is het natuurlijk niet echt vol te houden want om elke dag zo op te staan. Maar <laughs> zo is het nog steeds wel vaak als ik uh, een, uh, een paar dagen ga fietsen met mensen. Ja, dan zit toch s'avonds. Zit je daar toch nog wat uh, ja. Ja, te drinken, gewoon? Ja. En dan de volgende dag bij het opstaan merk je dat. Maar nou, en ja. ik ervaar ook wel hoor. Uh, in, in tijden, en nu duik ik even in het verleden dat ik vaker meer dronk. Je lever wordt ongetwijfeld ook getraind ja. of zo, dus je wordt ook minder katerig. Hè? Ik heb nu een soort extreme, omdat ik drie keer per jaar wat ja, drink, ja, en dan ben ik extra katerig. Hakt hier goed in. Dus ja. laten we, want dit ja. zijn anekdotes die natuurlijk iedereen herkent. Ja. Laten we maar eens naar de weten. Nou ja, gaan. jij bent uniek of uh, als je kijkt van waar Fitter people drink more. Ja, die, die gegevens sturen. zijn er gewoon dat mensen die sporten, die drinken ook meer. Eh, Trimbos Instituut. Me, me, meer dan wat? Meer dan mensen die niet sporten. En, Echt? Bijvoorbeeld, ja, en dan meerdere studies. Trimbos Instituut heeft de Leefstijlmonitor eh, 2018 laatste cijfers. Ik heb ze nog even opgezocht. Het is allemaal niet, niet overdreven, maar ze hebben gewoon gekeken hoeveel mensen halen één keer per week sporten. Dat zijn dan de sporters in Nederland, dat is ongeveer 52 procent van de volwassenen. En uh, gewoon gecheckt van hoeveel uh, glazen alcohol drink jij per week. En die zitten dan op uh, 7,2 glazen mm -hmm. per week. En de groep die dan die één keer per week sporten niet haalt. Niet sporters. Nou, die zitten op 6,6. Dus het is redelijk minimaal. Het is een klein verschil. En ja. ik moet zeggen, als je zegt... Eén keer sporten in de week, dan zit daar natuurlijk ook nog een hele categorie sporters bij die misschien niet per se sporten voor de fitheid, maar meer voor de gezelligheid. Nee, ja, nee, dus dat maakt niet. Dus het is meer, ja, dus dat, dat is inderdaad een goed punt. Daar hebben we hebben het denk ik nog wel over. Gaan ze een beetje bekijken van. Maakt het nog uit wat voor sport je doet, ja, dan is het gewoon de, de racketsporters en de, de teamsporten drinken meer. Ja, dan denk je ja. ook logisch. In ieder geval van de helft, uh, Mannen meer dingen. dan de vrouwen ja. en de jongeren onder de dertig meer dan de, de mensen boven de 50. Allemaal ja. een beetje best Tot wel zover logisch. Zover geen ja. verrassing. Ja. Nee. En dan um, ook het feit van hoeveel uh, mensen, hoeveel sportende mensen halen eigenlijk de aanbevolen norm? Van de gezondheidsraad en die zegt eigenlijk één glas uh, per dag. Ja. Of geen. Idealiter. En dan zijn ze nou bij sporters halen. een uh, derde haalt dat maar. en van de niet-sporters 45 procent. Dus ik bedoel, dat is toch. Nou ja, de cijfers zijn er gewoon. En dat is best wel maf, want je zou zeggen: juist de sporters, en dat laat ze ook zien. Met die andere leefstijlfactoren uh, doen die het wel goed. Want ze eten wel vaak gezonder dan de, nou, mm, de niet-sporters. Mm. Ze roken minder. Ze letten beter op hun gewicht. Gewicht is beter. Alleen ja, net die factor, dat uh, hebben ze zoiets van. Nou, die. En kunnen... gaat de studie zover. Ik zou heel benieuwd zijn. Als je nou gaat kijken naar mensen die twee of drie nou, of vier keer in de week sporten... Daar, zie je dan die trend nog steeds? Want ik denk toch erg dat dat gemiddelde ergens scheef getrokken is... Ja, die één nee, keer in de week sporten. Niet in de leefstijlmonitor. Uh, dan komen we denk ik op de, ja, de studie die uh, Hutchinson benoemt. Ja, die, jij, dat is een, jouw viral tweet. Een, ja, een mega studie onder 38.000 mensen. Uh, hebben ze gewoon simpel gedacht van... die gingen naar het ziekenhuis in, in Dallas is het. Uh, en, en niet zozeer omdat ze patiënt waren... Waar het was een preventief onderzoek. Daar iedereen werd uitgenodigd. Uh, en uh, als onderdeel daarvan zeiden ze: Nou, we gaan uh, bij iedereen de VO2 max meten. Dus met gewoon een inspanningstest tot uitputting. En dan uh, nou, ademanalyse erbij. En daarbij gewoon gevraagd: van, Hoeveel drinkt u eigenlijk? Nou, dan kun je dat in groepen indelen. En dat mm -hmm. hebben ze eigenlijk heel simpel gedaan. Uh, low, medium, high. En dan voor het drinken is volgens mij de high is meer dan 14 glazen per week voor de mannen. En meer dan 7 of zo voor de vrouwen. Nou, en dan, zien, ja, dan is het wel een kwestie van uh, vette statistieken erop loslaten. En dan kun je per groep kijken hoeveel is eigenlijk de kans van iemand die in de fitste groep zit, ja. dat die ook meer drinkt. Nou, en die was aanzienlijk. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat bevestigt eigenlijk, uh, en dat, dat suggereert bijna een lineaire trend. Maar daar werd ik uh, ja, toen ook in die discussie op, op uh, Twitter. Kwam... Ja, want de, de kop van dat artikel begint met why. Ja. En ja, niet de fact that. Daar gaat, uh, It's a matter of fact. daar gaat Hutchinson wel een beetje op in. Want deze studie geeft er helemaal geen uitsluitsel over. Dan gaat die, uh, ja. die stellen dit alleen maar vast. Ja. Dus die is in die, die zin, uh, zoals uh, van den Bergen terecht opmerkte: ja. je kan wellicht ook een correlatie vinden tussen kaas eten Klopt. en in je lakens En puur, raken. Puur en, uh, nou ja, het is puur beschrijvend. Maar de kracht zat er maar in: groot, groot aantal mensen. Ja. En dus en, significant. Uh, ja. En VO2 Max gemeten, in plaats van gevraagd hoe vaak sport je ja. dat was in die leefstijlmonitor. Ja. Ja. En ja, dan, dan zie je, dan kan je echt van die risico's berekenen. van Hoe, hoe groot is het risico dat als jij een VO2 max van uh, boven de pak een beet uh, 30, 35 hebt, dat jij uh, meer dan vijf glazen per week drinkt. Nou ja, die uh, ja, dat. dat dat laat dat zien. Uh, Hutchinson gaat een beetje in op andere studies, maar die, dat wordt een beetje de, de psychologische hoek natuurlijk. Ja. Ja, waarom is dit zo? En dan, uh, daar kun je van alles over zeggen, maar de, uh, de, de basis zit, zit hem in, um, ga jij meer drinken omdat je meer sport of sport jij omdat jij meer drinkt? Hm. Regent dat is... het, omdat we paraplu zien, of zien we paraplu omdat het regent? Nou, en ja. dan, als je bij het eerste ga jij drinken omdat je sport, dan kom je een beetje van in dat belonend idee van ik ben goed met mijn lichaam bezig, ik doe al zoveel voor mijn lichaam. Nou, dan kan een biertje kan ik wel hebben. Zitten mensen denken zit hier nog iets in uh, leeftijd? Hè? veel uh, fanatieke sporters, topsporters zijn natuurlijk ook jong, hè? tussen ja. de, de 16 en de 30 zeg maar, of de 36. Ja. Dat is natuurlijk ook de leeftijd waarin jij en ik ook meer dronken. Ja. Of was deze studie over alle leeftijden? Deze was echt over alle leeftijden. Die okay. ging denk ik volgens mij van 20 tot, tot 60 zo'n ja. beetje. Ja. En ja, alles wel op één hoop gegooid. Ja, want daar zit natuurlijk ook iets, hè? Dat je een hogere V2 max hebt als je jonger bent dan ja. in je jongere levensfase. Meer, uh, drink je ja. Meer. Ja. ja, Maar zij kunnen wel corrigeren voor allerlei factoren natuurlijk. Dus ja. ik denk dat dat in, in ieder geval in andere studies vaak gebeurt. Corrigeren ja. voor leefstijl. Dus waarom? Jij zegt beloofd ja van het mag of ja en dan en de andere is is een beetje andersom gedacht van ga jij sporten omdat je drinkt ja dat vind ik wel een interessante gedachte ook naar aanleiding van jouw verhaal wat dan Hutchinson nou ja naar aanleiding van andere studies suggereert is dat misschien sporters net als drinkers... zijn een beetje sensatiezoekers thrill seekers ja, nee, en dat zijn serieuze studies. Ja, in van dat profiel herken ik me wel. Psychologen ja. hebben daar echt wel wat over geschreven. Het is natuurlijk best wel lastig om daar goed onderzoek naar te doen. Maar dan ga je bijna zeggen: ja, nou ja, als het dan uh, een uh, sport soort uitlaatklep is om iets, ja, om niet te gaan drinken. Mm -hmm. Maar om, uh, ja, dan, dan zou je in dat licht zien: van nou, dan is sport alleen maar, uh, maar goed. Want dat zorgt er in ieder geval dat je een beetje het alcoholgebruik tempert wat je normaal misschien zou hebben. Ja. Ja, het blijft Overigens theorie. wil ik toch hier even oneerlijk ook gezegd de. hebben, ik heb nooit het idee gehad dat ik een problematische drinker ben nee. in de zin dat ik het niet kan laten staan. Hè? Nee, het is nee, meer nee, dat ja, dus... als, als de gelegenheid er is en ik ja. drink, dat ik daar en heel veel last van heb, zowel ja. in mijn werk en uiteindelijk dus ook in mijn leefstijl, omdat ik dan niet meer ga sporten. Ja, nee, dat klopt. Het dat is, dat is, dat is ook een beetje, want probleemdrinkers, goed dat je dat noemt. Daar hebben ze ook gecheckt in die Amerikaanse studie. Daar hebben ze nog mensen gevraagd: Ja, hey, word je er wel eens op aangesproken? En heb jij moeite om eens een keer niet te drinken? Nou, dat was toch 13% van de mensen, meen ik, zoiets. Maar dat was juist niet weer de groep die het fitste was, de, de ah. hoogste V2 max. Ja, want het staat ook in de ondertitel van die uh, studie in jouw tweet: Er staat inderdaad: uh, Regular exercises drink more. Ja, but. Are less likely to be problem drinkers. Precies. Dus, dus dat zat hem. En dan, uh, ja, dat was in de discussie uh, Johan Neven, die, die ja, is ook een, een vaste uh, luisteraar. Ja. Ja. Die moest, uh, ja, die had, uh, had, had het stuk ook gelezen en terecht zei hij, nou, 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 als ik zie dat uh, mensen met uh, een, uh, een V2 max van 45 uh, uh, milliliter per minuut per kilogram is dat dan uh, al heel, als, als heel fit worden bestempeld, of de fitste zijn. Nou, dan, uh, de, ja, dat, dan betwijfel ik een beetje of zij echt wel de topsporters hebben. Uh, dus hij, uh, hij verwees ook naar een andere studie. Die heeft eigenlijk net even een andere benadering. Gewoon eigenlijk een groep mensen, alle studies op een hoop gegooid. 7000, met name Duitse uh, studies. Of uh, 7000 mensen totaal, aantal studies. En gewoon gecheckt. Een beetje andersom meer gekeken van oké okay, wat is jouw drinkgedrag hm. en dan uh, zitten je topsporters dus tussen nou ja en toen gekeken ook van hoe is je v2 max en ja en dan echt voor elke punten echt echt in een grafiek gezet okay. kijk dit was gewoon ingedeeld in groepen low medium high en dan kan je statistiek op loslaten dan kan je een risico uh, berekenen dit is meer van je stopt al die data in in een grafiek en dan laat je een fit doorheen doen. Dat wel, dat gebeurde wel. En dan zie je zijn omgekeerde U. Dat betekent dus als je op de X-as... Ja. ja, op de X-as. Dat is de horizontale as. Ja. En daar zet je het aantal uh, alcoholconsumpties per week... Ja. Van 0 naar ja, pakken meet 20, 25. Ja. 20. Hoe verder naar rechts, hoe meer? En op de, die verticale as het, de VO2 Max. Ja. Dan begin je bij. Uh, um, nou, ja, dat is de, ja, ja. Het begint een beeld. Dus je begint laag. Weinig alcohol lage vo 2 ja. Max. Maar dan zie je dus ook als mensen wat meer drinken dat er een hogere VO2 max komt. Ja, Dus die medium en drinkers. Later, ja. En dan bij die heavy drinkers, ja, die gaan weer omhoog. Ja. Dus dat wachter, was eigenlijk wachter. weer zijn. Uh, ja, goed. Als jij echt een groep neemt die echt goed sport, nou die, gaan, die drinken ook weer minder. Precies, de echte topsporters. Of andersom, als jij echt heel veel drinkt, ja dan, uh, dan is jouw VO2 max, gaat er ook aan. Maar dan moeten we toch één laag dieper, als dat kan. Ja, Ik dat weet, kan. Uh, uh, ja, nou laten we maar eens kijken hoe ver we komen. <laughs> Ik zeg vaak, uh, de basis, wat is het, wat doet het? We hebben af en toe afleveringen, zitten we ja. super moleculair. Wat is alcohol en snappen we dan waarom we dit soort patronen zouden zien? Nou ja, bij deze laatste studie, want die discussie van die mensen die proberen dit dan ook te verklaren, ja, waarom is dan uh, toch een beetje drinken. Uh, Dat lijkt, hè? Ja. En dan nou, hebben ze nou, een paar aantal gunstige effecten van alcohol benoemen ze en dan verwijzen ze ook naar studies. Die studies heb ik niet opgezocht, nee. dus of ze nou in, in misschien zijn in, in ratten of muizen geweest of zijn dat ja een beetje ja, eenmalige studies. Maar die suggereren nou dat je bijvoorbeeld je cholesterol wat omlaag kan krijgen met uh, alcohol. Uh, dat je zelfs je longfunctie iets kan verbeteren. Uh, nou, insulinegevoeligheid, dus eigenlijk de werking van insuline om glucose op te nemen. Dat suggereert allemaal effecten die ooit beschreven zijn, met een kleine dosis alcohol. En nogmaals, hoe goed ze zijn, weet ik niet. En waarbij ze zeggen: ja, maar als je echt heel veel drinkt, dan is wel duidelijk dat je juist omgekeerde ja, effecten. Het kapot. Je dan uh, insulineresistentie, insuline gaat slechter werken. Dank voor je wel uh, toename van je BMI, uh, je vetprofiel verandert, je krijgt juist meer vetten ook in je bloed. Uh, hey, want nou dan ja. komen we terug op wat jij net in het begin even zei: voedingscentrum heeft op dit moment staan hmm. één alcoholconsumptie of geen. Nou, dat okay. is omstreden yep. toch? Ja, want sommige zeker. mensen zeggen ook: alcohol is gewoon gif. Ja. Dan moet je helemaal niet een beetje ja. doen. Tegelijkertijd ja. hebben we ook jaren gehad dat het was, nee, één glas rode ja. wijn is heel ja. gezond. Nou, dat is volgens dan mij ja. achterhaald. Ja, dat heeft te maken, dat is dus toch de, 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 de bierfabrikanten, de wijnfabrikanten, die hebben daar wel een invloed in gehad. Gehad. Dat is gewoon als je kijkt: van uh, kijk naar het aantal alcoholconsumpties en dan de kans op overlijden of sterfte, en dan is dat, was dat het, het ja, het, het laagste gewoon bij de mensen die één of twee consumpties per dag, één per dag en dat was beter eigenlijk dan geen consumptie. Nou, hebben ze later gedacht van ja, maar hoe kan dit? En dan bleek de, degenen die dan geen consumpties namen dat waren voorheen vaak probleemdringers. Ah. Dus dat waren mensen die genoodzaakt waren om echt te stoppen, omdat hun leven er omdat helemaal er al aan zoveel was, kapot al al ellende. Ja. ja, die stoppen dan, die drinken dan niet. Maar ja, die gaan wel eerder dood of ja. die krijgen wel eerder ja. ziekte. En dus daar is veel kritiek op gekomen van, want als je die luider gewoon uitlaat, daarvoor corrigeert, ja, dan is uh, uh, geen glas is toch nog wel net even wat beter op de lange termijn. Dus het is een beetje gemanipuleerd ook van data. Ja, um, ja sec genomen als je het puur voor sport krijgt. Ja, dan moet ik ook zeggen: Zoveel onderzoek is er niet. Mm -hmm. Maar daarvoor heb ik die, die fact sheet van Tops for Topics. Die kan je nog even opzoeken. Ja, die staan in de show. Ja, nou, er zijn een aantal dingen van waarom alcohol niet handig is. Laat ik het zo zeggen: slecht is. Nou, ten eerste is gewoon ja, de acute effecten van alcohol. Die zijn: oké, okay, je gaat je lever die wordt aan het werk gezet. Ja. En je lever die wil die alcohol gaan afbreken, Nou, daar heeft hij tijd voor nodig. Dus uh, elke keer er wordt afgebroken, maar het restant wat over is, gaat natuurlijk toch lekker naar je hersenen en dingetjes doen. Waardoor je, nou ja, de ene voelt zich wat happier en de andere gaat gekke dingen doen. Uh, hangt een beetje van de hoeveelheden af. Mm -hmm. Maar je zet je lever aan het werk en je lever is natuurlijk tijdens inspanning bijvoorbeeld, ja, dan uh, is die al druk doende met bijvoorbeeld uh, je, je, je lactaat. Ik zei melkzuur, lactaat. Ja. Aan het uh, afbreken, omzetten afbreken naar naar of omzetten. Bijvoorbeeld naar glucose. Die is, uh, dus mensen gluco willen, willen weten, waar heb je nou te ja. voor? Zoek even onze aflevering op over lactaatlaster en pijn. Daar leggen we ja. je helemaal uit wat melkzuur wel en niet is, wat lactaat is en ja. hoe dat werkt. Maar dan dat wordt inderdaad aangemaakt door je spieren ja. en in je lever weer terug omgezet ja, naar glucose. Precies. En glucose natuurlijk aan het vrijmaken uit glycogeen in de lever. Ja. Dus je wil je lever eigenlijk niet belasten met iets waar nou ja, met, met, met het afbreken met het van alcohol. Van ja. De tweede is daar die, die dikke kans op uitdroging of in ieder geval uh, ja dat jij het dorstgevoel gaat kweken. Nou, dat kennen we allemaal, hè? Uh, drinken moet je ontzettend van plassen en dat heeft te maken dat het uh, antidiuretisch hormoon uh, vanuit uh, de nieren wordt geremd. oftewel het voedt ja, ja voet en, vocht af. Ja. En dus uh, ja, dat is niet handig bij het sporten, want uh, vooral in de hitte, je je, je verliest al vocht met, met zweet en dus de kans uiteindelijk op uitdroging, oververhitting, nou ja, die, dat risico verhoog je, klaar. Ja. Dus in die zin zul je Dit meer is voor mij weer meer moeten als fijn hè, als meer ik daar dan drinken. weer uh, zo'n biertje laat staan, denk ik nee, dat klopt, want ja. ik wil mijn leven niet belasten en ik wil mijn vochtpeil op uh, goed ja. houden, nog meer redenen. <laughs> nou ja, en dan puur dat dat zei ze, maar dat is, nou, ja, testjes zijn gedaan van een Dag nadat jij, of misschien een paar uurtjes nadat jij misschien twee drankjes hebt. Ja, wat ik me wel verbaas, je zegt er is niet zoveel wetenschap over, maar het mm -hmm. zou toch een vrij makkelijke proef zijn om mensen een avond van tevoren ja. wat te laten drinken, of inderdaad een aantal uur van tevoren, en dan sportprestaties ja, te meten. Ik... Ik weet niet of veel universiteiten hierop zitten te ja, wachten. geen geld voor. Uh, ja, vanuit de, 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 de wijnfabrikanten misschien wel. Christy Ashwand, moest ik even aan denken. Die heeft ja. in dat boek wat we natuurlijk in aflevering 2 besproken hebben, Good to Go. Ja. Die begint in hoofdstuk 1 over de studie die zij echt gaat opzetten. Omdat er weinig data zijn. En waarin ze inderdaad uh, mensen de, uh, nou, een stuk laat lopen op een loopband. En dan s'avonds een, een flinke pasta party organiseert. Waarbij ze de ene avond wel uh, alcohol krijgen, en de andere avond de placebo, is hetzelfde soort drankje zonder alcohol. En de dag erop eigenlijk een, een, een loopbandtest doet tot uitputting. En tot haar schrik ziet, van, uh, ja, tot haar verrassing eigenlijk, als zij die getallen op een rij zet, dat de vrouwen. Ik heb nog even nagezocht. Het langer volhouden als ze de avond van tevoren op die, die test tot uitbussing, als ze alcohol hebben gedronken hm. en daar wauw, bijna op het punt staat: van hey dit moeten we publiceren, ze doet het samen met de universiteit en dan toch eens gaat uitvogelen, ja, wat is hier gebeurd? Ja, dan blijkt dat ze best wel kleine groepen hebben en, uh, en dat ze erachter komt als ze mensen individueel spreekt. Ze zegt, ja, ja, ook gewoon, nou, oh ja, die loopbandtest, ja, nou ja, uh, ik uh, had mijn kind meegenomen en uh, ja, die kon niet naar de crash. Dus ik heb die loopbandtest die ene keer maar even snel afgeraffeld, want mijn kind begon een beetje te jengelen. Dus toen dacht ze, ja, die loopbandtest, hoe betrouwbaar is die? Dat is meer ook een, vaak een motivatietest hè, van, ja. nou, je gaat lopen en dan uh, bepaalde snelheid wordt opgekrikt en dan nou, stop maar als je echt niet meer kan. Dus vanuit daaruit... Maar misschien heeft zij dan wel gemeten dat als je lichtjes zwak ja, bent... dat je motivatie nou ja, wat beter is ofzo. Da, daar lijkt het uh, ja wellicht. Maar zij heeft daaruit, zei ze, nou, het is best wel lastig om echt een goede studie te doen. Dat is het, hè. Daarom trapt ze dat boek daarmee af. Ja. ja. Um, maar goed, nog even daar waar we wel veel meer onderzoek naar is gedaan... is natuurlijk van, nou, zoals bier normaal nu genomen wordt, als hersteldrank. Mm. En, uh, en juist van, oké, okay, jij hebt gesport. Nou, en dan ga je een paar biertjes drinken. En of je zit met je maat in de kantine, de derde helft. In hoeverre is dat nou ja, negatief of positief voor je herstel? Ja. Nou, en daar zijn wel uitgebreide studies mee gedaan. En eigenlijk zeggen ze, als jij voldoende drinkt... Dus nu bedoel je gewoon vocht. Vocht ja, 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 neemt ja, ja. en genoeg koolhydraten. En eiwitten, ja, daar maken een paar biertjes eigenlijk niks uit. Niet positief nee. en niet negatief. Nee, alleen het is wel zo, ja, wat gebeurt er vaak? Ja, je begint met biertjes, je denkt, nou, daar, daar zit mijn vocht in. Daar moet bruin fruit bij. Ja, ja <lacht> <lacht> precies. <lacht> dus ja, ja, je koolhydraten waren eerder inderdaad die, die bitterballen en ja. die, die vetten. Dus de vraag is van, als jij zo gedisciplineerd bent, dat je denkt, ja, maar ik heb hier nog steeds mijn hersteldrank. En mijn, mijn pasta, nou die ga ik eerst eten en daaromheen drink ik mijn, mijn bier. Dus dan Zo is dat ziet prima. het prima. ziet er niet vaak uit in nee. de kantine. Nee. Alleen, nogmaals, als jij echt uh, het uh, te gortig gaat maken met meer dan twaalf drankjes, geloof ik. Die studie is gedaan. Hebben ze mensen eigenlijk ja. de echte eiwitsynthese gemeten? Hebben we het ook wel over gehad, die aflevering 2, door biop te nemen. Mm -hmm. En dan echt in de spieren te kijken in hoeverre worden de uh, eiwitten weer die jij eet. Komen die terecht in de spier? Mm -hmm. Nou, dan was uh, zelfs als je genoeg eiwit aanbood, was die synthese toch uh, flink afgenomen na twaalf biertjes. En dat betekent dat dus je herstel en je adaptatie van je spieren, dat, dat eigenlijk je trainingseffect teniet had ja, gedaan. Klopt. Ja, hetzelfde als je eigenlijk ontstekingsremmers zou gaan nemen of in een, een bak met ijs gaat zitten. Ja. Daar hebben we het toen ja. ook over gehad. En zij koppelen dat ook aan, dat is wel beschreven, dat alcohol uiteindelijk ja, je hormoonhuishouding verstoort. Mm -hmm. ah, maar testosteron gaat bijvoorbeeld wat omlaag, waarschijnlijk andere hormonen ook. En zij, nou, testosteron is natuurlijk een opbouwhormoon. Ja. Dus zij relateren dat op die manier dat ze zeggen, ja, nou ja, euh, kijk uit, want. Als je gaat interfereren met, met je hormonen, met je opbouwspieren, ja, dan, uh, dan is dat niet goed. Dus, kortom. Kortom. Uh, van de aflevering, biertje na het sporten gewoon doen of liever laten staan. Biertje, ja. prima. Prima. Biertjes, op gaan letten. Ja. En verder is dus ook heel erg persoonlijke... Uh, Preference, want ja, we komen er iedere keer ook weer achter. Het hoofd is natuurlijk een hele belangrijke spier. Ja, ja. Voor mij doet het heel veel in mijn hoofd, dus ik laat het lekker staan. Voor andere mensen uh, is het juist positief in het hoofd. Ja, als jij nog met die fiets weer naar huis moet of zo, de, ja. ja, dat is ook allemaal. Uh... Nee, dus het is, denk ik, um, ja, en, en belangrijk ook misschien dat je voor jezelf gaat afvragen wat welke rol alcohol voor jou speelt. Inderdaad. Dat is sowieso uh, kan ik iedereen aanraden zo'n experiment om eens een keer 100 dagen niet te drinken is. Echt interessant op allerlei vlakken: ja. sociaal, persoonlijk, fysiek, mentaal. Uh, dus uh, misschien uh, laat dat een inspiratiebron zijn van deze aflevering. Uh, laat ons weten vooral of je dat gaat doen en wat je hebt ervaren. Zullen we nog heel even inchecken bij Guido of hij uh, uh, richtlijnen en protocollen heeft voor zo'n Ja, Ik ben heel benieuwd. En ja. dan sluiten we af. Dat is goed. We gaan zoomen met zoomen. Yo, goedemorgen. Sorry. Ja, goedemorgen. Hey, het, is een, uh, het is een vrolijke ochtend. Wij zitten op de vrijdagochtend aan de 0.0 uh, pils hier, omdat we hebben wat te vieren. We zijn de nummer 1 hardlooppodcast Podcast van Nederland. Dus uh, jij ook van harte gefeliciteerd. Tadaa. Tadaa. En uh, nou, we hebben het al uitgebreid gehad over alcohol, wel drinken, niet drinken. En het enige wat ons nog even te doen staat in deze aflevering. is even inchecken bij onze topcoach. of hij uh, zijn atleten daar iets over voorschrijft. Als mensen bij jou trainen, vind je er dan iets van? of ze alcohol drinken of niet? Nou, dat is niet een van de eerste vragen die ik stel. Of uh, nee. überhaupt niet. Nee. Dat nee. is niet direct iets dat ik denk. dat moet ik allemaal weten van ze. Nee, 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 nee. nee. Ja, ik heb. Nou, ik heb wel natuurlijk een vragenlijst als ze gescreend worden, medisch onderzoek. Daar staat wel in. Ja. Ook je drink je alcohol hoeveel per dag. Dus dat heb ik natuurlijk ja al heel snel in de gaten. Ja. Hè, als er iemand inschrijft tien per week of per dag, <laughs> dan is het denk ik, oké. Okay, ja, dan ruik je ook wel wat denk ik als ze bij je. In misschien de moeten we daar iets aan doen. Ja, maar ja, dan ben je niet heel serieus en dan waarschijnlijk. Ja, Kom je dan ook niet bij mij terecht? Nee, exact. En... Zijn er wel atleten die jou, uh, bij jou komen met van: hey coach, uh, kan ik gewoon doorgaan met, uh, met mijn bierhoeveelheid die ik gewend ben? Of, uh... Nou, er zijn, wel, zeg maar, er zijn wel sporters in het algemeen die natuurlijk in de praktijk wel daar komen en die, uh, uh, die dan een vraag hebben over: ja, maar ik drink eigenlijk uh, standaard een biertje. ...s'avonds, ja. kan ik dat wel blijven doen als ik beter wil worden... ...of is het maar beter dat ik dat wat minder moet gaan doen? Ja, ja. Wat is dan jouw antwoord? Ja, wat zeg jij dan? Nou ja, als je het elke dag s'avonds doet dan, eh, en, je wilt, en je hebt getraind daarvoor... ...en je neemt daarna een biertje, dan beperk je jezelf zeg maar... ...in de snelheid van herstel en eventueel misschien wel slaapkwaliteit erna. Mm -hmm. Dus dan heeft het niet zoveel, nou ja weet je, dan heeft het niet zoveel zin... Uh, als je dat zo blijft doorgaan, want ja, je, je gaat minder snel of minder goed vooruit in ja. je prestaties, waar je hard voor moet werken. Ja. Kijk, als je, als je af en toe eens een biertje of een glaasje wijn neemt en af en toe nee, zeg ik dan één of twee in de week, hè, dat, is de, dat is prima. Weet je, dat, ja. Daar zal ik niet van zeggen van nou nee, daar word je echt slecht van hoor, dat gaat het echt niet goed komen dan. Nee, dat niet. Vat, vat mij iets op in wat je zegt. Je zegt: dan beperk je je herstel en die link je dan snel aan slapen. Want inderdaad, het is ook wel bekend dat als je gedronken hebt, dat je minder goed of minder diep uh, door je slaapcirkel ja. gaat. Terwijl een van de dingen die wij net bespraken, Jurgen, was dat ook wordt gedacht dat een biertje juist ja. bevorderend is vanwege de koolhydraten en de suikers die je snel neemt. Dus, maar dat zijn dan twee verschillende uh, aspecten waar we ze op beoordelen, zeg maar. Ja, dit ene zeg je dus de, de koolhydraten, even, hè, dus de zorgjes die erin zitten, en het andere is de alcohol. Ja, ja. Valt dus mij toch... op dat de, de HRV voor training app, die ik nog ja. altijd uh, trouw gebruik, ja. uh, naar aanleiding van onze aflevering over HRV, hartslagvariabiliteit, Dan moet je ook invullen op de kwalitatieve ja. waarde of je alcohol hebt gedronken. En ja. dus zodra je dat aanvinkt, dan zeg oh, je ja. meteen: hey. doe maar even limit intensity today. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja. Ja, dan krijg je meteen een, 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 uh, ja. 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 een stoplicht. Kortom, dus da daar lijkt toch wel dan onder te zitten in, in van de ontwerpers die die tool hebben ontworpen. Van ja, doe maar gewoon niet. Of in ieder geval niet combineren met intensief trainen. Dat is eigenlijk wat ze dan adviseren. Nee, nee dat, dat, dat klopt denk ik ook. Ja. Maar wat ja. als jij aanvinkt, uh, niet aanvinkt, ik heb alcohol op en je hebt het wel gedaan, ja. zie je dat terug in die HRV en. Uh, Nee, 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 nee. nee. Ja. nee. Ja, je kunt de app proberen te, uh, voor de gek ja. te houden. Hè? Ja. Dus Ger Gerrit, vanavond lekker. Uh... Nee, ja. we, nu zit je in de verkeerde hoek, Jurgen, want dit is die app die doet en je ja, hrv meten en kwalitatieve data weet, verzamelen. Ik weet het, ik weet, ik ja, ik weet, weet, anyway. weet nou. Oké, okay, we zijn eruit. Dus uh, bij Guido Vroemer geen verbod op alcohol, maar wel een waarschuwing. En zeker in combinatie met uh, intensief trainen en het risico op slaap. Ja, helder. Ja. Goed, duidelijke ja. richtlijn. Dankjewel. Ja. En uh, we zeggen proost op de, met de 0.0. Nou, <laughs> ja, yes. <laughs> blij dat hij op is. Ja, ja. Wij, uh, wij, wij vieren het hier nog even verder. En ik hoop dat jij het met ons mee viert. Bijvoorbeeld op uh, social media. Laat ons eens even weten hoe blij ben jij dat je luisteraar bent van een van de uh, top hardlooppodcasts uh, van Nederland. Of misschien zeg je wel, ik, ik ben geen hardloper. Ik ga zo, ik ga zo de polonaise lopen, <laughs> denk ik. hier. Uh, <laughs> ik heb een ja. hekel aan hardlopen. Nou, laat het ons ook weten via het <laughs> slimme podcast, Instagram en Twitter. La, la. Lala, lala, lala. maken we van iedere aflevering een uh, nieuwe post die je natuurlijk kan retweeten of delen of op kan reageren. Dat doen we ook op onze website www.slimmerpodcast.nl Daar kun je reageren en de link oppakken en doorsturen naar iedereen die zegt, kijk, dit is een leuke podcast. Je kan ons mailen via post at nou, Het zal hier nog lang onrustig Hola. blijven. Hala! Guido, <laughs> dankjewel en tot volgende week. Hey. Hoi!